naam is Erik Vrouw. Ik zal iets vertellen over de kippengaafsontwerp van het ED-stelsel. Laat ik eerst iets vertellen over mezelf. Ik ben deeltijd afleerder aan de Universiteit van Nijmegen. Dezelfde groep als Bart Jacobs. Daar hou ik me bezig met het onderwijs op het gebied van informatiebeveiliging. Mijn masterstudent heb ik me bezig met onderzoek op het gebied van cryptografie. Zoals pseudonymisering en privacy enhanced technologies. En applicatiemechanismen, dat is eigenlijk hier ook een voorbeeld van. Want daarbij ben ik ook zelf van consultant. En dit is eigenlijk een van de dingen die ik gedaan heb. Een van de ontwerpen die ik gemaakt heb op het gebied van cryptografie. In principe vertel ik niets geheim in de zin van dat alles wat ik hier vertel staat op de ED-website. Het is in zoverre wel de sleutel dat het wel heel veel cryptografische formules bevat. Maar in principe staat het gewoon allemaal. Dus in principe niks bijzonders. Ik wil het wel persoonlijk titel. Ook omdat ik een aantal dingen te zeggen over andere landen. Waarvan ik niet denk dat de Nederlandse overheid dat noodzakelijkerwijs deelt. Dat is de reden dat ik op persoonlijke titel wil doen. Ik heb de volgende opzet voor de presentatie. Het is dus een toepassing van cryptografie. Dus gebaseerd op ECC, of Elliptic Curve cryptografie, maar daar zie je verder eigenlijk helemaal niks van. Dat zo is. Hoewel één formule misschien nog wel. Ik zal iets vertellen over de aanleiding en de context van een ED-stelsel. In brede zin. Dan zal ik ingaan op de eisen die in het Nederlandse ED zijn gesteld. In brede zin. En dan zal ik proberen vanuit die vereisten naar het ontwerp te gaan, naar het cryptografisch ontwerp. En dat zal ik ook toelichten aan het ED-stelsel zelf. En ik zal een aantal use cases laten zien hoe dat dan ongeveer werkt. Dan zijn er nog een aantal echt bijzondere zaken, waarvan ik niet helemaal weet of daar naartoe gekomen. Maar ze staan in ieder geval wel in de slides. Wat mij betreft kunnen de slides worden gedeeld. Dus dan kun je dat nog een keer fijn nalezen. Anonieme toegang, dus dat is eigenlijk een manier om anonimiteit in het te kunnen realiseren. En werkelijke toegang, in het geval dat dat gemak gemaakt van pseudoniem. En op het moment dat er de opsporing, zeg maar, als er sprake is van strafbare feiten, dan kun je je voorstellen dat er in het stelsel misschien wel een voorziening moet zijn om daar zeg maar, de politie en de opsporingsdienst in het algemeen, om die te kunnen helpen. Ik weet niet of ik daar naartoe kom, maar dat gaan we zien. Dus de aanleiding van het ED-stelsel. Wat je ziet, eigenlijk, dat is niet alleen bij de overheid, maar dat is in de brede zin in de maatschappij. En dat zie je ook bij VND en bij Blokker. Je ziet een transitie van de fysieke wereld naar de virtuele wereld. En mensen kopen steeds meer online. Mensen die doen eigenlijk veel meer dingen online dan ze in het verleden nu doen. En je ziet ook dat op bankkantoren worden opgeheven. Omdat mensen internetbankieren gebruiken en dat soort zaken meer. En de overheid ziet dat ook. Die wil eigenlijk ook steeds meer gebruik gaan maken van elektronische diensten, elektronische dienstverlening. En dan heeft de overheid, het kabinet heeft daar zelfs een kabinetsambitie aan gewijd. Dat heet Digitaal 2017. En dat betekent van, eigenlijk willen wij in 2017 zorgen als overheid dat alles wat je kunt doen met de overheid nu in de fysieke wereld, dat moet eigenlijk ook virtueel kunnen. En wat de overheid daarbij heeft gezien is dat DigiD, wat nu eigenlijk dat authenticatiemiddel is van de burger richting de overheid, het idee, het is gebaseerd op die wachtwoord in essentie, dat dat niet voldoende sterk is voor dat soort ambities. En dat is de reden dat de overheid bezig is met EID, om te kijken van hoe kunnen we nou op een goede, efficiënte manier, sterke authenticatie bieden aan de burger. Om dat mogelijk te maken. En als we toch bezig zijn met de overheid, is de gedachte van misschien kunnen we datzelfde mechanisme ook gebruiken dat de burgers gaan aanloggen bij private partijen, bij webshops, bij banken, ga zo maar door. Nou, dat is efficiënter en ook voor de gebruiker uiteindelijk gebruiksvriendelijker. Als je maar één middel hebt, of verschillende middelen hebt waarmee je verschillende dingen kunt doen, is dat nog altijd handiger. Nou, wat je ziet in de algemene zin is dat Nederland eigenlijk een beetje een achterloper is in Europa, want eigenlijk de meeste landen om ons heen. Waaronder Duitsland en België, waar ik zo even expliciet op in wil gaan, die hebben al iets dergelijks, die hebben al sterke authenticatie. Dat betekent wel dat we als Nederland kunnen leren van wat daar gebeurt. Dus laat ik even beginnen met Nederland, of met België. Dat is eigenlijk een exponent van wat ik de eerste generatie ED noem, begin van deze eeuw. Het idee is eigenlijk heel simpel.
Je hebt een smartcard, al dan niet zeg maar in de vorm van een identiteitsdocument, met een chip erop, contactloos of niet contactloos. En er zit eigenlijk een PPI-certificaat in. Waarschijnlijk weten jullie allemaal wel wat het is. Het idee is vergelijkbaar met een SSL-certificaat waar je op klikt dat er een URL in staat van een website. Staat er in een certificaat op zo'n smartcard, staat eigenlijk de naam van de gebruiker. Dus ik heb hier het voorbeeld Jan Jansen, dat is de naam van de partij. En het idee is dat Jan Jansen eigenlijk met dat certificaat, en de private key die in die smartcard zit, zeg maar kan authenticeren op het internet naar andere partijen. Dat kan een webdienst zijn, maar dat kan ook een overheidspartij zijn. Nou, dat is wat ze in België hebben gedaan. Dus een certificaat met de naam Jan Jansen erin. En daarmee kun je dan eigenlijk authenticeren bij de overheid. Of je kunt je mee authenticeren, dat wordt ook toegestaan, om je daarmee te authenticeren richting een private partij. Een webshop, een bank, ga zo maar door. Als je daarnaar kijkt, dat mechanisme, dan zie je eigenlijk al het eerste probleem. Dat heeft te maken met betrouwbaarheid. En dat is een heel belangrijk verschijnsel dat het betrouwbaar moet zijn. En als je alleen kijkt naar de naam Jan Jansen, die in het certificaat staat, dan is natuurlijk verder van uniek. Want er zijn bijvoorbeeld bij LinkedIn, zie je dat er 25 mensen zijn die zo heten. En de vorige spreker, Martin Los, als je die nageslagen had op LinkedIn, dan zag je ook dat er een andere Martin Los heette, en dat was een predikant. Dus zelfs daar zag je al eigenlijk dat er verschillende mensen... Dezelfde naam. Maar dat is echt maar je ziet dus eigenlijk van dat zo'n PKI-certificaat in deze context, dat qua betrouwbaarheid wel een issue heeft, want die naam Jan Hans natuurlijk ver van uniek is. Dus je kunt je voorstellen dat mensen dan identiteit verwisseld worden, of dat er misschien zelfs in ieder geval plaatsvindt dat de ene Jan Hans gaat uitgeven voor de andere Jan Hans. Dus dat is eigenlijk het eerste punt dat ik hier al benoemd heb in deze aandachtspunten van de landen om ons heen, is betrouwbaarheid. Zoiets banaals van hoe zorg je er nou voor dat het zo sterk is dat de identiteitsdiefstal en de identiteitsverwisselingen niet mogelijk zijn. Want de Belgische België heeft daar eigenlijk een hele simpel mee opgelost. Je hebt namelijk naast de naam van de persoon, heeft hij ook het BSN opgenomen. Dat heeft een Rijksregisternummer. In ieder geval voor de overheid is het dan versterkt evident voor met welke Nederlanders te maken hebben. Want die weten dan ook het BSN. Maar ja, dat brengt dus eigenlijk nog gelijk naar hetzelfde punt, privacy. En betrouwbaarheid is natuurlijk één ding, maar aan de andere kant, op het moment dat je zo'n mechanisme gebruikt, als je dat gaat gebruiken, dat betekent dat elke webdienst waarmee je zaken doet eigenlijk gewoon weet dat jij Jan Jansen heet, en in België, dat die ook weet dat jij wat je BSN is. En wat je eigenlijk ziet is dat eigenlijk in strijd is met een aantal beginselen zoals die in de wet bescherming persoonsgegevens staat, de dataminimalisatie. Dat je alleen maar die gegevens vertrekt die strikt noodzakelijk zijn. En zeker in de context waar je bijvoorbeeld een dienst afneemt bij een webdienst die helemaal niet jouw naam hoeft te weten, kun je je voorstellen dat een beetje overkill is. In deze context betekent eigenlijk dat toch best wel eigenlijk qua privacy niet de meest ideale oplossing is. Dus dat zijn betrouwbaarheid, privacy. Ja, het laatste punt, als je kijkt naar deze case van België, maar het speelt trouwens ook in Oostenrijk, in Spanje en nog een aantal van die landen die dus zo'n eerste generatie EID hebben. Wat ook speelt is gebruiksvriendelijkheid. Een smartcard, of die nou contactloos is dat werkt misschien best handig op een laptop, maar ja, het is best lastig om te gebruiken op een iPad. Op een smartphone, ga maar eens een smartcard lezen, combineren met een iPad of iets dergelijks. Dus je ziet eigenlijk dat het ene middel wat uitgereikt wordt van in dit geval de burger, dat het best onhandig is naar de gebruikersvriendelijkheid. Dus dat zijn drie aandachtspunten die je daaruit kunt distilleren. Nou, dan ben ik dus eigenlijk op de tweede generatie EID, en dat is onze Duitse buren. Dat is ontwikkeld in 2010, dus dat is relatief nieuw, dat is dan een paar jaar oud eigenlijk. Het is gebaseerd op de paspoorttechnologie. Een paspoort is heel goed data als een contactloze chip in. En in de contacten, in de chip zit ook de vingerafdruk verstopt. Hè. Die kan, de CollectMarc kan die ook uitlezen. Met een hele mooie technologie, allemaal gebaseerd op ECC althans. Dus daar zit het ook heel duidelijk in. De Duitsers hebben dat eigenlijk gebruikt, die technologie die ze zelf hebben ontwikkeld voor de paspoorten. En die hebben iets daarop gemaakt, ook een chip, maar wel een contactloos, dus er zit geen container in, net zoals bij de open chipkaart zeg maar. En het idee is dat niet zoiets heeft als een certificaat waarin de volledige naam van Jan Jansen staat en zijn BSN,
Want wat zij gemaakt hebben is een mechanisme dat gebaseerd is op pseudoniem. Dus het idee is, je kunt daarmee aanloggen bij een dienstaanbieder, in dit voorbeeld. De kaart wordt dan eigenlijk uitgelezen, zou je wilt, door de dienstaanbieder, waar die speciale software voor nodig heeft. Terminal software, zoals dat heet. En het idee is dat de kaart gegenereerd op pseudoniem. Voor elke webdienst waar Jan Jans in dit geval naartoe gaat, wordt een ander pseudoniem aangelogd, gemaakt. Dus op het moment dat hij aanloopt bij marktplaats.nl, krijgt hij bijvoorbeeld dit pseudoniem. Op het moment dat hij bij ebay.nl aanloopt, krijgt hij een heel ander pseudoniem. En dat is een hele sterke manier om niet alleen te zorgen dat de dienstaanbieder niet standaard weet hoe dat Jan Jans heet, maar bovendien ook te zorgen dat die verschillende verrichtingen die Jan Jans doet bij de verschillende websites, dat die websites dat niet kunnen koppelen. Dat die daar geen profielen mee kunnen bouwen. Dus er worden pseudoniemen gebruikt. Dat is een hele sterke manier om in ieder geval het privacy issue, wat je zo duidelijk zag in die Belgische en Oostenrijkse en Spaanse opzet zag, om dat aan te pakken. En die pseudoniemen kunnen ook aangevuld worden met data vanaf de kaart met toestemming van de gebruiker. Dus je kunt je voorstellen dat de naam, Jan Jansen, dat die kan worden verstrekt als Jan Jansen dat een goed idee vindt. Dus je zou kunnen zeggen dat die privacy is eigenlijk heel sterk opgepakt in de Duitse opzet. Die betrouwbaarheid is denk ik ook goed opgepakt, omdat die pseudoniemen zeg maar een bepaalde eigenschap hebben. Maar je ziet toch wel dat dit zeg maar qua gebruiksvriendelijkheid nog steeds weer één middel is. Als je dat probeert die kaart maar eens te laten werken met een iPad, dat zal je best tegenvallen. En ook als je kijkt naar de praktijk in Duitsland, dan zie je dat heel weinig mensen dit gebruiken. Ja, juist omdat het eigenlijk gebruiksvriendelijk is dat het niet in alle contexten komt te werken. Je zou kunnen zeggen dat de Duitsers hebben iets wat gemaakt dat wel privacyvriendelijk is, maar niet bijzonder gebruikersvriendelijk. En dat is eigenlijk precies de crux van wat we in Nederland proberen te bereiken met het EED. We proberen die betrouwbaarheid goed op orde te krijgen, dus dat er geen identiteitsverwisselingen en identiteitsdiefstal mogelijk is. We proberen te zorgen dat de privacy goed beschermd is. Ook in overeenstemming met de wetbescherming persoonsgegevens, maar ook de aankomende privacyverordening. En we proberen dat het een toegankelijk systeem is. Dat het gebruiksvriendelijk heeft en dat je allerlei mechanismen hebt om het toegankelijk te maken voor gebruikers. Ik kan er niet helemaal op ingaan. Dus wat voor keuzes zijn er nou voor gemaakt om daar zeg maar toe te komen? Nou, dit is de meest belangrijke keuze die is gemaakt. Er is nu ook wat discussie over het EED, als jullie dat gezien hebben. En die discussies gaan eigenlijk ook over deze keuze die gemaakt is, of die heeft daarmee te maken. Dat is authenticatie of velatieve authenticatie. Eigenlijk normaal bij de Duitse oplossing, bij de Belgische oplossing, is het zo dat je één kaart hebt en je communiceert daarmee naar de dienstaanbieder, bol.com of bij eBay. Maar in deze opzet is het eigenlijk anders. Dan heb je eigenlijk kun je verschillende middelen kun je aanloggen bij de service provider. En bij de bol.com, zeg maar. En dat lijkt eigenlijk heel sterk op hoe Ideal werkt. Dus eventjes voor de volledigheid. Als je een Jansen wil aanloggen bij de service provider, bol.com, zeg maar, dan krijg je een keuze voorgelegd van, met deze middelen kun je allemaal aanloggen bij bol.com. En je kunt bijvoorbeeld dit ding gebruiken, of dat ding, of dat ding. Dat lijkt heel erg op een Ideal. Je kunt met deze middelen kun je betalen, met SNS-bank, ABN, ga ze maar door. Nou, op het moment dat als je daar een keuze voor gemaakt hebt, je zit bijvoorbeeld op je iPad en dan werkt dit dingetje lekker, dus dan kies je deze, of eigenlijk deze, dat heb ik als voorbeeld genomen nog. Dus dan lijkt deze is prettig bij het platform dat je op dat moment hebt. Dan word je daar naartoe naar die specifieke identity provider. Dus dit zou bijvoorbeeld KPN kunnen zijn, met een OTP, one-time password. Dan speelt daar een specifiek spelletje, afhankelijk van de identity provider, afhankelijk van het middel dat je gekozen hebt. En als dat succesvol afgerond wordt, dan komt daar een identiteitsbericht uit, waar een identiteit staat. En die identiteit, ik ga even nu niet zeggen wat het is, want je kunt je voorstellen dat dat heel erg wezenlijk is voor zowel de betrouwbaarheid, voor die identiteitsverwisselingen te voorkomen, maar ook vanuit privacy. Maar in ieder geval, in het algemeen opzet is het zo dat daar een identiteitsbericht uitkomt. En dan weet in principe de service provider weet jouw identiteit, en dan heb je eigenlijk een mechanisme om aangelogd te zijn. Dan ben je aangelogd, dan kun je dingen doen. Je kunt eigenlijk de dienst afnemen zoals je dat gepland had. Dus de eerste keuze, federatieve authenticatie. Zoals je dat bijvoorbeeld bij Ideal hebt. Maar bij DigiD maakt eigenlijk ook de gebruik van SurfSpot. Als studenten zijn, die kennen dat, die maken ook gebruik. En een lijnenstandaard in dat mechanisme, in die context is SAN. Die wordt heel erg daar geprobeerd positie. Dat is een belangrijke keuze.
Nou, ik zei het al, je hebt hier dat velletje tussen de identity provider en de gebruiker. Hier. Je kunt je voorstellen als dat een slagvelletje is, heb je slappe authenticatie. Maar er zijn standaarden voor die eigenlijk wel beschrijven van dit is een sterke manier van authenticatie. Dat gaat niet alleen over het middel, maar ook aan de manier waarop dat middel is uitgereikt aan de klant. Je kunt je voorstellen als je een face-to-face controle plaatst van de identiteit van iemand, dat dat sterker is dan als je gewoon een e-mail ontvangt van iemand, dat zeg je veel minder. Maar dat zijn eigenlijk dingen waarvan je kunt verwijzen naar die standaarden. En die standaarden, dat heet STORC. STORC-standaard, ik denk of mensen die kennen die standaard. Er zijn ook ISO standaarden die daar vervolg van zijn. Dus als eerste, eigenlijk hebben we verwezen naar die STORC-standaarden om dat aspect aan te pakken. SAML, ik noemde het al, dat is eigenlijk een mechanisme voor de betrouwbaarheid van het stelsel. Om te zorgen dat die berichten, die een beetje kunnen met dat SAML, die SAML-technologie kunnen worden getekend. Het mechanisme van random getallen om bepaalde uniciteiten te kunnen genereren of te kunnen krijgen. Dus SAML is eigenlijk de basis voor de berichtenstructuur binnen zo'n ID-stelsel. Maar je kunt je voorstellen, die identiteit, je kunt Jan Jansen neerzetten of een DSM, of je kunt een pseudoniem zetten. Dus je kunt je voorstellen dat binnen zo'n SAML-concept dat je allerlei verschillende privacy-keuzes hebt. En daar ga ik zo op in. Ik heb de broker heb ik niet genoemd, een makelaar, dat is een partij die ertussen zit, tussen de service provider en de identity provider, die eigenlijk het makkelijker maakt voor de bol.com om zeg maar snel aan te kunnen sluiten. Dat lijkt een beetje op een payment service provider, als dat wat zegt binnen IDEAL. En een van de eigenschappen die we hebben gekozen is om die rol van die broker, van die makelaar, die zo beperkt mogelijk te kiezen. Maar daar kun je heel veel dingen over zeggen. Het heeft voor- en nadelen. Dus als ik even niet op ingaan, gaan we voor deze presentatie weer vanuit dat er geen makelaar, is. Dus dat zijn de meer generieke keuzes die we gemaakt hebben. En deze drie keuzes zijn echt heel specifiek vanuit identity management. De eerste keuze is dat de identiteit, deze identiteit die je krijgt, nog even los van wat het is, dat die identiteit dat die onafhankelijk is van de applicatiedienst. Wat betekent dat? Als je aanloopt bij marktplaats.nl, via KPN, of via Rabo, of via ABN AMRO, je komt altijd uit op dezelfde identiteit. Hetzelfde pseudoniem, dat zal het zijn, maar het zou precies iets anders kunnen zijn. Je komt altijd uit op hetzelfde bericht. Dat betekent dat je die middel volstrekt naast elkaar kunt gebruiken. Of je nou aanloopt met je ABN-pas, of je aanloopt met je OTP van KPN. Je komt altijd uit op hetzelfde. Dat betekent dat vanuit gebruikersvriendelijkheid dat een hele sterke eis is. Dat betekent dat als jij niet tevreden bent over de ene authenticatiedienst, dat je gewoon naadloos kunt overspringen op de andere authenticatiedienst, op de identity provider. Dus dat is de eerste eis, onafhankelijkheid van de authenticatiedienst. En de tweede is dat de identiteiten uniek zijn. Dat betekent dat als er twee verschillende personen aanloggen, dat die identiteiten die ze krijgen, dat die altijd verschillend zijn. Dat twee mensen niet op dezelfde identiteit terechtkomen. Nou, dat is natuurlijk de basis voor de betrouwbaarheid van zo'n stelsel. Daarna heb ik ook bijgezet betrouwbaarheid. Als je daarvoor kunt zorgen dat twee verschillende mensen altijd op verschillende identiteiten uitkomen, dan kun je heel veel problemen in zo'n stelsel mee voorkomen. Dit is bijna niet te lezen, denk ik, maar eind vorig jaar was er bij Radar een heel item over identiteit, diefstal in de fysieke wereld, zeg maar. En dit is een shot van iemand die 23 jaar al nu achtervolgd wordt door zijn naamgenoot. En die niet in staat is om bijvoorbeeld een hypotheek af te sluiten of KPN of een telefoonabonnement te nemen. Op het moment dat die identiteiten, en nog even los van wat ze zijn, dat die uniek zijn, dan heb je die betrouwbaarheid heb je al een heel grote klap in gemaakt. Nou, de naïeve manier om dat te doen, zeg maar in Noord-Korea, waar privacy, wat moest ik ervoor, niet zo'n heel belangrijk issue is. Is het zo dat je dat heel makkelijk kunt bereiken door gewoon in die identiteitsbericht gewoon het BSN te zetten. Je geeft gewoon alle applicatiediensten BSN voor iemand en je gebruikt dat gewoon in bericht. Heb je vanzelf dat het altijd hetzelfde is, over verschillende applicatiediensten heen. En het is altijd uniek, want BSN zijn tenslotte uniek. Maar daar zijn allerlei privacybezwaren tegen. Het is een persoonsnummer wat je op die manier niet mag gebruiken. Maar wat we wel zullen doen, is die identiteit die je krijgt, en dat zijn die pseudoniemen waar ik dus nu op verder ga. Die identiteiten zijn gebaseerd op het BSN. Ze zijn niet op het BSN, maar ze zijn cryptografisch gebaseerd op het BSN. Zonder dat je de issues krijgt van en de privacy issues van het BSN. Dus wel de functionaliteit van het BSN, maar niet de privacy issues die je daarmee zou krijgen. Nou, hoe werkt dat dan?
Nou, ik had het eigenlijk al aangegeven. We gaan pseudoniemen gebruiken. Dat zijn random strings, zeg maar. En het eerste wat we zeggen is dat die pseudoniemen zijn gebaseerd op het BZ. Dat betekent dat de uniciteit eigenschap eigenlijk min of meer privaat krijgt. Want mensen hebben een uniek BZ. Hoe die koppeling gaat, zal ik zo laten zien. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Het tweede punt is eigenlijk een wat ingewikkelder. Daar kun je je iets bij voorstellen. Als die identiteit, dus iedereen krijgt hier een pseudoniem. En je kunt je ook voorstellen dat, net zoals in het Duits opzet, dat verschillende, dat Jan Jansen, als hij bij Marktplaats aanlogt of bij eBay, dat hij dan verschillende pseudoniemen krijgt. Om te zorgen dat die gegevens van die twee partijen niet aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Om te zorgen dat die identity provider zeg maar niet een soort hotspot wordt, is een eis die we gesteld hebben. Zorgen dat die identiteiten die terechtkomen bij de, bij de service provider, bij de dienstverlener, dat die de identity provider die pseudoniem niet weet. Hij maakt ze wel, maar hij kent ze niet. Hij is niet in staat om een tabel te maken van, nou, dit is Jan Jansen, dit is de pseudoniem bij eBay, dit is de pseudoniem bij Marktplaats, ga zo maar door. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar met wat handige kritten kun je daarvoor zorgen. Dus we hebben ervoor gezorgd dat die identity provider, die maakt die pseudoniem wel, hij maakt die berichten waar die pseudoniem in zitten, maar hij kent ze niet. Dat is merkwaardig, maar ik zal hem zo laten zien, in ieder geval in de vorm van een metafoor, hoe dat werkt. Dus dat is wat ingewikkelder, maar ik hoop dat ik dat duidelijk heb kunnen maken hoe dat werkt. Het derde punt, en dat is denk ik eenvoudiger even zien. In deze opzet, en dat is eigenlijk, nou, dat hangt nauw samen met federatieve authenticatie, is het zo dat de identity provider die weet waar Jan Jansen naartoe gaat. Hij stuurt dat bericht spotten naar, in dit geval, naar de service provider. En je kunt je voorstellen dat dat best wel privacy impact kan hebben in sommige omstandigheden. Stel je voor dat bijvoorbeeld een bank, zeg maar een identity provider zou zijn, want je hebt bijvoorbeeld heel veel mail, dat zijn stolen die. Middelen die zij hebben uitgevoerd voor een internetbankier kanaal. Je kunt je voorstellen dat jij elke dag aanloopt met een bankmiddel bij, ik noem wat bij een psychiatrisch online instituut, bijvoorbeeld een beetje een manisch depressief bent of een andere medische klacht hebt, dat dat best wel een beetje ongemakkelijk voelt als je dan de volgende dag naar je bank gaat voor een hypotheek of voor een levensverzekering. Want dan zou je best gevoelig krijgen, jij krijgt een hypotheek niet, omdat ze weten dat ik elke dag aanloop bij een online kliniek. Dus wat we gezegd hebben, nou, dat is eigenlijk een groot nadeel van federatieve authenticatie. En we moeten eigenlijk daar een oplossing voor hebben om daar in ieder geval in het stelsel iets aan te kunnen. Daar hebben we ook support voor om te zorgen dat de identity provider eigenlijk niet weet waar je naartoe gaat. Of eigenlijk hij weet waar je naartoe gaat, hij weet niet wie je bent. Feitelijk is dat vergelijkbaar. Dus dat is de derde eis. En de vierde eis. En dat is nog een beetje een tricky eis. Ik weet niet hoe dat hier gaat. Of dat ik met tekentje de kant uitgedragen wordt. Maar als je het vertelt op de universiteit, dan gebeurt het bijna wel. Heel gevaarlijk altijd. Op het moment dat je pseudoniemen gaat geven, dan kun je je voorstellen dat er natuurlijk ook mensen misbruik gaan maken van die pseudoniem. Dat mensen bij wijze van spreken gaan frauderen bij Marktplaats. Nou, aangelopen met EID, heel betrouwbaar. Maar gaat volgens allerlei goederen zeg maar, afrekenen, mijn levensgenoten. Nou, je kunt je voorstellen dat het dan wel mogelijk moet zijn voor een opsporingsdienst om relatief eenvoudig daarmee aan de slag te gaan. Dat hij in feite gewoon zegt tegen een partij vanuit dat Marktplaats met dat pseudoniem onder zijn arm naar de politie gaat. Die zegt, ja, deze gast die loopt de boel te fris. En dan moet de politie natuurlijk wel makkelijk aan de gang kunnen met zo'n pseudoniem. En daar wil je eigenlijk een mechanisme voor hebben om dat te krijgen. Dat zit ook in het stelsel. Dat is natuurlijk wel een mechanisme dat op zich nog geen cryptografische zwak heeft. Ja? Twee vragen tegelijk. Ja, u mag eerst. Als je naar dezelfde website aanvoert, heb je dan steeds hetzelfde pseudoniem? Ja. Maar je hoeft, in principe is het niet verplicht om een pseudoniem af te geven, maar als je dat wilt, is het steeds hetzelfde pseudoniem. Dat is ook handig, want dan kan je zien van, ja, ik heb gisteren iets gekocht en wat is het vandaag, is het al verscheept of iets dergelijks. Maar het is niet noodzakelijk, maar als het er eentje is, als je een pseudoniem wil afgeven, heb je een keuze voor, dan is dat altijd. Ja. Ja. Mijn vraag is, je hebt eerder verteld voor die persoon die 23 jaar lang zijn identiteit kwijt was. Ja. En de Nederlandse overheid is al eens vaker weer barstig geweest in het herstellen van de menselijke situatie. Nu een enorm super betrouwbaar construct gaat optuigen op dat ene BSN als basis, maak je de schade bij een eventuele identiteitsdiefstal veel groter. Dus zit er ook als eis nummer 5 in een identiteitsloket waar ik claims kan neerleggen om mijn identiteit
te laten wisselen, herleiden, reduceren, kan me niet schelen, want dit gaat pijn doen hier en daar. Niet in mijn kussen gaan zitten, uiteraard. Maar nee, ik, maar... Dat zal natuurlijk wel, dat moet wel... als mensen daar problemen mee hebben, als er issues zijn, dan moeten mensen daar natuurlijk wel mee... Maar juist niet bekend of dat al als een eis voor het hele stelsel is opgenomen, los van het functionele cryptografische deel. Want als ze dat achteraf gaan regelen, dan hebben we de pijn al wel een paar keer gehad waarschijnlijk. Nou, impliciet wel. Maar expliciet heb ik het niet gezien. Maar ik kan me zo voorstellen dat impliciet wel dat het wel gerecht is. Je hebt veel vertrouwen. Oké, dit zijn de vier eisen die we hebben gesteld. Dan kan ik uitleggen hoe het werkt. En dat zal ik doen met een metafoor. Hier zie je weer dezelfde partij. Je ziet weer Jan Jansen, die wil aanloggen bij een service provider. Je ziet hier een attribuut provider, dat is een partij die extra gegevens kan leveren over een persoon. Dus de naam bijvoorbeeld, of geboortedatum, kredietwaardigheid, allerlei dingen die van relevant kunnen zijn in zo'n context. De leeftijd bijvoorbeeld, dat bepaalde de 18 is, als hij die slijterij, als hij sterke drank wil kopen of als hij wil gokken. Die makelaar, waar ik eigenlijk niet zoveel over zal vertellen. Identity provider die we al een keer hadden gezien. En nu hebben we hier een nieuwe partij, en dat is de overheid. Dat zou je kunnen zeggen, dat is het GBA. Waarin eigenlijk alle Nederlanders zijn opgetekend. Waarbij je ook in staat bent om alle Jan Jansen zeg maar, te onderscheiden. En wat dat precies betekent, dat zal ik nu laten zien. Dus je wil aanloggen, Jan Jansen wil aanloggen bij de surfbevaren. Dan gaat hij, dat is de identity authenticatie, daar gaat hij naar naartoe. Dan wordt hij verwezen naar de identity provider, dat heeft hij voor gekozen. Hij heeft gekozen voor de identity provider die de OTP ondersteunt, KPN, zeg maar eventjes. Dan gaat het specifieke spelletje aan de gang. En nu is het eerste wat de identity provider zich afvraagt, is van, is deze Jan Jansen, is die met dit middel aangemeld in het stelsel? Heeft hij toestemming gegeven om dit middel, om dat te gebruiken in dat stelsel, hè? Wat ik hier aan het beschrijven ben. Nou, als dat niet zo is, dan, en Jan Jansen wil dat wel, hij geeft daar toestemming voor dat hij dat wil. Wat er dan gebeurt is, dan wordt er een call gedaan vanuit de identity provider naar die SRD, die Stelselregistratiedienst, de GBA, hè, waar alle registraties zijn van alle Nederlanders. En daar wordt de identiteit van Jan Jansen versterkt, die waarschijnlijk uniek is. Maar dan wordt gecheckt, als het niet uniek is, dan is er een exceptieproces. Dus je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld de voor- en achternaam wordt versterkt, de geboortedatum in de plaats. Het idee is dat die identity provider heeft die persoon helemaal de face-to-face controle gecheckt. Hè? Dus die gegevens heeft hij. Misschien heeft hij wel een kopie van zijn paspoort met het BSN afgeplakt. Dus jij heeft die gegevens in principe heeft het allemaal beschikbaar. En de overheid krijgt deze gegevens en die checkt eigenlijk of die gegevens worden verstrekt. Jan Jansen geboren in Haarlem 12 maart 1984. Of die gegevens een unieke hit geven in de records die de overheid heeft. Als dat zo is, dan heeft er ook een BSN bijgekomen. De BSN, dat is eigenlijk de basis voor die pseudoniemen die worden verstrekt. Als dat niet zo is, als het meerdere Jan Jansen zijn, nou, dan wordt er meteen een exceptieproces op. En wat dat betekent, dat kan alles betekenen. Maar het zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat dan bijvoorbeeld de identity provider het documentnummer moet geven van het paspoort, van het DID-document dat hij gezien heeft. Dat is in principe ook iets wat uniek herleidt naar een persoon. Maar goed, laten we even voor zeker argument eruit gaan dat het BSN uniek is. Want dan gebeurt er namelijk cryptografisch iets interessants, en dat is ook dat is de avond of de nacht, geloof ik. Wat er ontstaat is een polymorph pseudoniem. Dat is een rood dingetje, je zult direct op een grijze zien en nog een witte, want dat zijn drie soorten pseudoniemen die we hier hebben. En wat dit eigenlijk is iets bijzonders, want dat is eigenlijk een pseudoniem dat versleuteld is. En zodanig versleuteld dat eigenlijk niemand erin kan kijken. Ik zal direct een metafoor laten zien hoe dat werkt. Maar ik ga jullie eerst een klein beetje kietelen en dan ga ik het namelijk niet meer proberen helemaal rond te krijgen. Ten eerste is het een versleuteld pseudoniem, het is een versleuteld pseudoniem. En het pseudoniem is eigenlijk gebaseerd op twee parameters. Het BSN, dat is dan ingevuld door het GBA, door de overheid zeg maar, op hoogste niveau. En een andere parameter is de identiteit van de service provider. En die is niet ingevuld. Want wie gaat die invullen? Dat is namelijk de identity provider. De identity provider, deze partij, die gaat dat ding invullen. Dat zal ik zo laten zien. Hij krijgt dat ding in ieder geval terug, dat verspeelde pseudoniem, waar hij dus niet in kan kijken, hij kan niet inkijken. En het idee is dat registreert hij naast de record die hij al heeft van Jan Jansen. Het is een eenmalig proces. Op het moment dat Jan Jansen eenmaal dit proces doorgelopen heeft, kan hij daarna, hoeft hij voor Jan Jansen niet meer naar de GBA. Dus dat betekent ook dat je op die manier geen single point of failure krijgt. Want in principe als 99% van alle klanten van die identity provider dit spelletje al een keer gedaan hebben, dan kan hij alleen geen nieuwe klanten aanmelden, maar 99% van zijn klanten kan hij gewoon mee
mee aan de slag. Dat is wel een heel fijn eigenschap, denk ik. Wat hij daarmee doet, want dan ga ik even vanuit dat hij daarna ook gelijk doorgaat om die applicatie en die service provider te regelen. Waar hij nu in staat is, en dat is de cryptografie die ik ontworpen heb, is om te zorgen dat hij eigenlijk aan de buitenkant, zeg maar van dat verzonnen van het moederpseudoniem, dat polymorf pseudoniem heeft, is hij eigenlijk in staat om die vraagteken, om dat in te vullen met die X. Dan staat de X, de naam van de certifier. Dus aan de buitenkant pakt hij dat rode ding, hij doet er wat spannends mee, dat gebeurt in een HSM, een hardware security module, en daar vult hij eigenlijk die X in. Maar, wat hij dan krijgt is een encrypted pseudoniem, en ik zei het al, een van de eigenschappen is, die we willen hebben, is dat hij iets helpt maken, zonder dat hij weet wat erin zit. Dus wat hij maakt is wel een encrypted pseudoniem, wat hij zelf niet kan lezen, maar wat wel de service provider kan lezen. De service provider krijgt namelijk sleutels van een TTP, en daarmee is hij in staat om dat pseudoniem, zeg maar, dat versleutelde pseudoniem, om dat uit te pakken, en uiteindelijk dat pseudoniem, waar dan zowel het BSN als een hash in zit, als een key hash en de naam van de service provider, om dat zeg maar uit te pakken. En dan heb je een pseudoniem waar het eigenlijk om gaat. Dus wat je nu ziet, zijn drie niveaus van drie pseudonieme vormen. Het moeder pseudoniem, het encrypt pseudoniem en het gewone pseudoniem. Nou, ik zal niet de details over de crypto geven, maar het idee is, en ik heb toch, dat is de enige voordeel die ik hier gebruikte. Dit is uiteindelijk het pseudoniem wat hier ontstaat. Nou, dit punt is, heb ik speciaal voor deze avond ook zo gemaakt, is een punt op een lintje krommen. Een breedboekcurve, hetzelfde als die in Pascal ook gebruikt, alleen 320 bit in plaats van 256, dat is iets verreugd. Dit is het rode gedeelte dat wordt gemaakt door de SSD, dus dit is een BSN en ook een geheime exponent. Dit is het gedeelte wat de identity provider maakt voor het gedeelte, en het blauwe gedeelte wordt gemaakt door de service provider. En dat zijn de drie mechanismen die je hebt. Die besleuteling, dit is eigenlijk, in allerlei vormen is dat versleuteld. En die versleuteling die namelijk gebruikt is een algemene versleuteling. En dat is eigenlijk een variant op het Diffie-Hellman die Martin ook zeg maar hier voorzet. Het oude systeem dat er is eigenlijk nog ouder dan RSA. Want dat is volgens mij 1 jaar eerder door Diffie en Hellman zeg maar ontwikkeld. Dus dat is eigenlijk helemaal geen nieuwe crypto. En wat je gebruik maakt is de zogenaamde homomorphe encryptie, eigenschappen van dat mechanisme. En wat betekent dat dan? Dat is de metafoor die ik nou ga noemen, om jullie dat beeld duidelijk te maken. Die polymorphe pseudoniem heeft het allerhoogste niveau van die rode dingetjes die ik aangaf. Hoe werkt het nou dat die GBA, zeg maar, dat heeft de BSN van Jan Jansen, heeft die ACL records gepakt. Wat hij dan gaat doen, hij knipt dat ding in stukjes, en dat doet hij hier. Dan gaat hij sommige stukjes weggooien. En hij husselt die stukjes die hij over heeft, husselt hij door een bepaalde manier door elkaar. Dat is eigenlijk een key hash die jij volgens mij ook vertelde. Zeg maar een hamerachtig dingetje. Om te zorgen dat je een MAC krijgt, een message authentication code. Nou, die stukjes die hij zo door elkaar gehusteld heeft op een bepaalde manier, die pakt hij heel voorzichtig op, die papiertjes. Anders dan gaan ze weer door elkaar. Waarom moet je ook niet worden? Dan pakt hij een kluis, want het is een metafoor, dat is echt zo natuurlijk. Pakt hij een kluis en die doet hij open en dan legt hij die stukjes zo heel voorzichtig neer. Om te zorgen dat hij niet heen en weer gaat. En dan doet hij hem dicht. En nou is de trick dat op het moment dat hij hem dicht doet, kan niemand hem meer openmaken. Zelfs de GBA die dat niet gemaakt heeft, kan hem niet meer openmaken. Dat is de public key crypto die eigenlijk ook in de netwerk werd genoemd. Dat is die algemene encryptie die ik ook net al heb genoemd. Dus maar ook goed, dan is die kluis dus dicht. En die kluis wordt dan heel voorzichtig wordt hij naar de identity provider gestuurd. Die identity provider. En die identity provider kan hem ook niet openmaken, want niemand kan die kluis openmaken. Maar het enige wat hij er niet bevaren wel kan, hij krijgt instructies van die TTP, van de sleutels, waarmee als hij op een bepaalde manier gaat schudden met die kluis, dan kan hij ervoor zorgen dat die kluis overgemaakt kan worden door die service provider. Dus hij krijgt eigenlijk instructies van een TTP, die zegt van mij, als jij naar bol.com gaat, dan moet je 2 keer heen en weer gaan, 2 keer omhoog en 3 keer draaien, en dan weet jij zeker dat die service provider hem over kan maken. Maar je kunt je voorstellen, als hij zo gaat schudden, wat gebeurt er met die stukjes, die gaan ook niet door elkaar heen. Dus wat hij eigenlijk doet, hij doet 2 dingen tegelijkertijd. Hij zorgt ervoor dat die kluis overgemaakt kan worden door de en hij zorgt ervoor dat de pseudoniem ook nog eens door elkaar heen wordt verwisseld. En dat is precies die homomorphe eigenschappen. Dus dat je aan de buitenkant allerlei operaties doet die betrekking hebben op de plaintext, wat erin zit, zonder dat je uiteindelijk weet wat je aan het doen bent.
Dus dat is het. Dat is het mechanisme. Is dat een beetje helpt? Dus dat je op die manier de rol van de kluis. Die besluiting, dat is allemaal overmogen. Eigenschappen die je kunt doen is dat je kluisje ook andere kleurtjes kunt geven. Iedereen kan ze herrenomiseren. Dat betekent metaforisch dat je er gewoon een ander kleurtje van kan schilderen en dat je niet weet dat de ene kluis eigenlijk gewoon dezelfde kluis is. Dus je maakt hij ziet er anders uit, maar wat er uiteindelijk in zit is gewoon precies hetzelfde. En die mechanismen die kun je heel makkelijk gebruiken om allerlei traceability issues, koppelbare issues, die op te lossen. En dit is trouwens een voorbeeld, zo zien die encryptorfeuille niet meer eruit. En dat zijn eigenlijk twee punten op een lipje kom. Dat kun je goed zien. Hè? Maar zo ziet het er echt uit. Dit zijn echt concrete voorbeelden. En dat is B64-codering om het te maken. En dit voorbeeld is EC720. Brain Pool Curve, Martin had het over NIST en nog een andere partij. De belangrijkste partij van ECC Curve in Europa is BSI. En dan niet het Engelse BSI, maar het Boendes Amt voor Ziekenhuis in de informatietechniek. En dat zijn de curves die je moet gebruiken. De Brain Pool Curve is omdat ik denk dat daar echt het meeste, heb ik in ieder geval het meeste vertrouwen in. En deze voorbeelden zijn ook gebaseerd op zo'n Brain Pool Curve van 320 bit. En dat komt ongeveer overeen met 13.000 bit RSA. Dus dat is redelijk. Daar kun je lang mee aan de slag. Oké, ik zal even in de use cases komen. Als jullie die rode en die grijze en die witte kruisjes nog even doen, ja? De vraag was volgens mij dat de search provider wel in staat weet wat de pseudoniem van de gebruiker is. Want dat is de functionaliteit die eigenlijk hier wil. Hij krijgt alleen dat pseudoniem meer, hij weet niet wie het is. Je logt aan, dat gebeurt, en hij komt uiteindelijk een bericht binnen, en dat bericht, er staat een mailbericht van dit pseudoniem XAZ, en hij weet verder niet wie het is. Ik zal de vraag even herhalen voor de rest. Hè. De vraag was inderdaad, de service provider die weet wel de pseudoniem, maar die weet niet degene die het aanvraagt. Dus hij kan niet de link leggen tussen de natuurlijke persoon en de pseudoniem die je uitgeeft. Dus feitelijk is de stelling dus niemand weet de identiteit. Ja, tenzij de gebruiker zelf dat wil, en dan kan je in de vorm van attributen, want staat precies de use case niet zo laten zien, kan je dat verrijken, net zoals in de Duitse opzet met die attributen. Maar dat is wel iets wat de gebruiker zelf wil. Dus het is niet default zo dat Bol.com altijd weet dat hij Janssen weer is. Dat weet ik. Oké, dit is de architectuur. Dus hier zie je de source providers, hier zie je de identity providers, hier zie je het GBA. Wat zie je nog meer? Een key management entiteit, als een TDP die sleutels genereert. Hier zie je een partij die zeg maar de overheid kan faciliteren opsporingsdiensten bij opsporingsverzoeken. Maar dat zal denk ik daar nog toe komen. Dat is altijd dual control, dus dat zijn vier algoritmes tussen deze partij en die partij. En wat je ook ziet, is dat de cruciale partij is het stelsel. Dat is dus niet de service providers, maar bijvoorbeeld wel de identity providers, de wereld in de banken, zou je kunnen zeggen. Deze partij, dus de GBA, de key management autoriteit en de opsporingsdienst, dat die een HSM hebben. Een hardware security module. Je kunt volgens mij een hele avond houden over HSM's. Want ik denk dat HSM's veel te weinig worden gebruikt in de wereld. Je ziet eigenlijk, dan ga ik toch die hele avond eigenlijk opvullen als die op. Dat eigenlijk de smartcards zijn heel erg geëvalueerd in de afgelopen 10 jaar. Je Java-kaart, waar je heel generiek allerlei dingen kunt maken. Terwijl die HSM van nu is eigenlijk net zo stom als dat ding van 10 jaar geleden, alleen hij is sneller. Want voor de rest is het net zo'n dom ding. En wat we hier bedacht hebben is eigenlijk om die HSM ook gewoon veel beter te maken. Om veel meer betrouwbaarheid in het stelsel te genereren. Maar verder zegt hij niks. Oké, use case. Nou, dit is een hele elementaire use case. Het zijn allemaal SAML-berichten. Het SAML-stroom zullen waarschijnlijk allemaal anders lopen. Daar kun je ook nog twisten over hoe je dat doet. Er zijn allerlei mogelijkheden voor. Dit is een naïeve manier om het te doen. Dit is Jan Janssen. Die wil aanloggen met een middel van bijvoorbeeld KPN, een OTP. Dat hij wil aanloggen bij een government, dus bij de overheid, een belastingdienst bijvoorbeeld. En wat hij dan doet, nou, hij gaat hetzelfde spelletje doen. Ik ga eruit dat hij geregistreerd is. Hè. Dus dat de KPN heeft zo'n rood ding, zo'n polymorph pseudoniem in zijn database zitten.
En het idee is dat Jan Jansen gaat naar de identity provider toe. Hij doet zijn spelletje met de OTP. Dan weet de identity provider, hey, heb je Jan Jansen weer. En dan vraagt hij aan Jan Jansen, Jan Jansen, wil jij nu aanloggen bij de overheid en wil je dat ik je BSM verstrek? Nou ja, misschien gebeurt dat wel automatisch. Maar goed, laten we even uitgaan dat die expliciet over wordt gevraagd. Nou, wat doet dan de identity provider? Die pakt dat rode ding. Die zet dat ding om, hè, dat polymorph pseudoniem, dat zet hij om in een encrypted pseudoniem. Dat alleen maar gelezen kan worden door een BSM-koppelregister. Dus dat koppelregister heeft pseudoniemen. Enerzijds een kolom met pseudoniemen gekoppeld met BSM-nummers. Dus wat hij maakt, is hij maakt een encrypted pseudoniem zeg maar voor het koppelregister. Dan stuurt hij naar het koppelregister. Het koppelregister pakt het eruit. Die pakt dat pseudoniem eruit, zoekt het BSM erbij. En vervolgens pakt hij dat BSM en stuurt het door. En dat is eigenlijk Sammels technologie. Stuurt dat door naar de service provider, dat BSM. En op dat moment zie je dat Jans aangelogd is bij de service provider met zijn BSM. Zo zie je eigenlijk een attributendienst, in dit geval een BSM-koppeldienst, die eigenlijk zeg maar gebruikt wordt, die wordt gebruikt om in dit geval Jan Jansen aan te loggen met het BSM bij de overheid. En dan zie je al die eigenschappen die ik net noemde, die zie je eigenlijk heel aardig terugkomen. Want als je nou aanlogt met een ander middel, ja, dan zal het altijd hetzelfde pseudoniem hier opleveren. Ik heb het pseudoniem zeker anders, dat was de randomisatie. Maar het pseudoniem wat je hier krijgt, is altijd hetzelfde. Dus je hebt in één keer, ervoor gezorgd dat al die attribuutdiensten, dat die allemaal compatibel met elkaar over de applicatiediensten heen kunnen werken. Als je daar voor bepaalde diensten... Als je voor een bepaalde dienst, om die af te nemen, moet je bijvoorbeeld 18 jaar of ouder zijn. Nee, dat is volgende use case. Maar waar pak je dat nou op? Volgende use case is dat. Oké, okay. Dat is de volgende. Is er even bezig? Ja? Ik wil nog even vragen. In het begin zei je... In het begin zei je identity provider weet niet wie je bent, of niet waar je naartoe gaat, waar het in is waar. Nee, dat is een aparte functionaliteit. Weet je bij? Nu weet je wie je bent en weet je toe gaat. Dat is een zwakheid. Maar dat heb ik dan niet opgelost. Dat is andere dingen. Ja. Andere use case. Dat is eigenlijk de ethische oplossing die ik dus. En trouwens dat probleem met, heb je ook bij Ideal. Hè? Als jij bij Ideal, ik heb dus even lopen zoeken, maar je hebt bijvoorbeeld websoms die zijn specifiek liggen op homoseksuele mensen. Nou ja, dan denk ik komen die specifiek bedoeld zijn voor homoseksuele mensen. Als je daar iets koopt bij je bank, nou, dan weet je bank dus dat je daar iets koopt. En in principe weet je bank op dat moment dat je jouw seksuele geaardheid. Dat is ook een heel gevoelig issue. Dus dat zou best heel gevoelig kunnen zijn, afhankelijk van je omgeving. En dat speelt dan eigenlijk ook. En dat is eigenlijk een nieuw iets, wat dat mensen zich niet altijd realiseren in de context van Adil. Goed, Age. Nou, je kunt een goksite voorstellen. Ja? Als het pseudo-ID bij registratie is gekoppeld aan het BSN, waarom moet dan voor iedere losse transactie dat weer gekoppeld worden op het BSN-register om zo de BSN in die transactie kenbaar te maken? Omdat het een generieke oplossing is. Je kunt alle attributen, in ieder geval van age, de leeftijd, kun je ook niet meer koppelen. Dus het is een generieke manier om attributen eigenlijk te koppelen aan een pseudoniem. Dus je zou daar iets bijzonders voor kunnen gaan maken, maar je kunt beter het generieke mechanisme kun je gewoon beter doen. Nou, dit is een beetje van een opzij. Wacht even. En hoe ga je dan om met een gegeven dat er één persoon meerdere BSN's heeft? Nou, volgens mij kan dat niet. Moet je even de OSTUMIP aanvragen, die even teruggaan naar alle paspoorten. Okay. En dan een nieuwe BSN aanvragen. Ja, dat zijn excepties. Nou, maar dat is fraude, dat zeg je nu dan. Ja, dat is Oké, dus hoe werkt het mechanisme bij een koppelregister met een leeftijd, bijvoorbeeld een goksite? Nou, bij een goksite, bij de vorige use case, werd er geen pseudoniem afgeleverd bij een BSN. Maar nu wil je dus aanloggen bij een goksite. Nou, dan moet het vanuit de wetgeving boven de 18 zijn. En bovendien kun je je voorstellen dat vanuit de wetgeving ook verplicht is dat de gambling site, dat die in de gaten houdt of jij niet, zeg maar, excessief gokt. Of jij elke dag... zeg maar voor 10.000 euro aan het gokken bent. Dus dat is de reden dat pseudoniem zeg maar, nu hier ook een extra functie heeft. Nou, hoe werkt het dan? Je wilt aanloggen bij die goksite. Je wordt verwezen naar de identity provider, dat kan weer een willekeurig middel zijn. Nou, in dit geval worden er twee van die encrypted pseudoniemen gemaakt.
Eentje die bedoeld is voor de service provider zelf, dus de GOMSA in dit geval. En eentje voor het koppelregister, nu niet met het BSN, maar met een leeftijd. Dus dat zal bijvoorbeeld een register zijn waarin bijvoorbeeld het pseudoniem staat van de gebruiker. Bij deze specifieke site. Gekoppeld met bijvoorbeeld de geboortedatum. Om op die manier vast te stellen wanneer of iemand boven de 18 is. Dus op het moment dat het pseudoniem binnenkomt, of zelfs het pseudoniem pakt iets uit, dan zoekt hij op van is iemand boven de 18. En als dat zo is, dan wordt er een grotere 18 attribuut gemaakt. En dan wordt in combinatie met het verschil op pseudoniem voor een goksite, wordt naar de goksite gestuurd. En dat weet bij de goksite van nou, ik heb pseudoniem. Dus dat kun je gebruiken om de volgende keer dat hij ja of zeg maar zijn gokgedrag te zien. En je weet dat die boven de 18 is. Dus op die manier kun je dat in één keer combineren. En als je nog een keer aan zou loggen, dan zou je misschien. Dan zou je misschien geen eetattribuut hoeven te geven, want de volgende keer weet je dat je boven de 18 is. Ja. Ik zal proberen hard te doen. Welke borging zit erin dat er niet te veel attributen gekoppeld worden, zodat daar de identiteit weer terug te vinden is? We kennen allemaal wel dat gedrag. Als je het attribuut je naam opgeeft en je geboortedatum en je geplaatst waar je woont, ja, dan ben je gewoon helemaal bekend daar. Maar uiteindelijk is dat iets wat de gebruiker zelf van je in de handen heeft. En bovendien is het ook zo, dat is in ieder geval in Duitsland zo, dat de overheid kan natuurlijk wel, de stelsel kan natuurlijk wel bepaalde eisen stellen. Als jij bij wijze van spreken een site bent die heel onschuldig doet, een buienradar of zo, dan kun je je voorstellen dat het niet toegestaan wordt dat buienradar opvraagt aan het gebruik van doe mij een BSN. Of doe mij. Weten de buienradar gewoon van Sonoma is of niet? Je hebt geen aantal dingen. Maar binnen stads kun je het afdwingen, dat het niet kan worden opgevraagd. Oké. Zal ik hem zo doen of. In dit stelsel ga je ervan uit dat er eigenlijk informatie gecompartimenteerd is. Ja. Want als ik het goed begrijp, is de identity provider weet eigenlijk niet de echte identiteit die hij meegeeft aan de service provider. Ja. De service provider mag het wel uitpakken, die weet het wel. Die weet het zo niet. Wat als die twee onder één hoedje gaan spelen en dus informatie terug gaan geven? Omdat het namelijk beide, wat werd geroepen, onder één holding valt. En HEMA het gaat uitgeven voor de HEMA website en daar dingen gaat koppelen. Ja, dus je informatie terug gaat geven. Nou ja, kijk, dan heb je eigenlijk, wat je daarmee bereikt is heel erg veel. Omdat daarmee heb je nog niet een koppeling gemaakt. Die hebt pseudoniem wat bol.com heeft, dat is niet te koppelen aan pseudoniem wat bij marktplaats.nl. Dat is alle pseudoniem, die zijn niet koppelbaar. Die zijn cryptografisch niet te koppelen. Maar die partijen gaan ook samenwerken. Ja, maar als iedereen op een gegeven moment samenwerkt, dan kun je niet tegen beschermen. Maar wat ik er wel zeg, is dat als KPN samen met IBM gaat samenwerken, dan zijn ze toch niet in staat om de gegevens te koppelen met IBM.nl. Tenzij IBM.nl echt zit ermee werken. Maar ja, je moet natuurlijk ergens natuurlijk de grens leggen. Maar die pseudoniemen zijn wel wat verschillend. Die kun je niet onderling zetten, die kun je niet. Dit zal waarschijnlijk het geval zijn van hoe sterk is de economische waarde van samenwerken. En als het geld te verdienen is, gaan ze ook samenwerken. Maar voor alle duidelijkheid, die identity providers zijn niet zomaar eens de beste. Dat zijn partijen die onder toezicht staan. Zeg maar zoals de KPN. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk. Je hebt wel een balans tussen security en dat toepasbaar moet zijn. Dan moet je een keuze maken van waar leg je de grens. En in feite is dit model in die zin lijkt het helemaal op het Duitse model. Alleen die gaan uit van elkaar, want zeg maar gebruiksvriendelijkheid wat Robex. Duits zal het duren. Ja, maar het feit is als we niks hebben, dan komen we misschien in een ergere situatie terecht. Als we helemaal niks hebben. Oké, nou je kunt hetzelfde ook doen met kleiner dan 14. Dus kinderwebsites die je niet meer kunt faciliteren. Dus hier hebben we erop dat die boven de 18 moet zijn. En je kunt je ook voorstellen dat er kindersites komen waar je de vanmiddag kunt aanloggen waarbij je alleen maar toegang hebt als je bijvoorbeeld kind bent. En zorgen dat bijvoorbeeld kinderlokkers dat die daar geen toegang toe krijgen. En dat geeft ook weer aanleiding zeg maar, tot die opsporingsmechanismen. Als iemand dan toch op zo'n kinderwebsite zou gaan groomen, dan zou je toch met behulp van het pseudoniem zou je terug kunnen naar de persoon en zou je kunnen weten die het is. Nou, dit zou bijvoorbeeld een mechanisme zijn om aan te loggen bij een nieuwe klant te worden bij een bank. Dus je wilt aanloggen bij de bank ING.nl. En dan zou je met het middel wat in het stelsel leeft, zou je dan het attribuut kunnen opvragen dat je nodig hebt vanuit de KYC, dus de Know Your Client acceptatieprocedures.
om die weer een bankaccount te kunnen aanvragen online. En wat je nu bijvoorbeeld naar een face-to-face doet bij een loket, of bij sommige banken via afgeleide identificatie, zou je deze opzet bij wijze van spreken kunnen doen in het spel vanzelf met een KPN-mail. Of met een RAWO-mail. Dus dat lijkt wel gek, maar eigenlijk gebeurt dat ook al. Als je bij bijvoorbeeld een SNS een nieuwe account aanvraagt, een nieuwe bankrekening over, kan dat in principe met een mail van een andere bank via afgeleide identificatie. Maar hetzelfde mechanisme laat toe dat je dan eigenlijk met een attributendienst in staat bent om die pseudoniem op die gegevens te koppelen die nodig zijn voor het afsluiten van een nieuwe bankaccount. Wat je ook kunt doen is, je kunt hier nog een pseudoniem bijvoegen. Dat heeft in principe in deze context, in deze use case, niet zoveel waarde. Maar je kunt je voorstellen dat als je bij ING een klant bent op een gegeven moment en je bent je middel kwijt, dat je dat pseudoniem meer kunt gebruiken om via een ander middel, met een andere bank of een andere token, KPN, om aan te geven bij ING dat je je middel kwijt bent geraakt. En dan ga je met een andere middel log je aan bijvoorbeeld bij KPN. Dan wordt het encryptpseudoniem van ING gemaakt en dat wordt verstrekt aan ING. En dan weet ING zeker dat jij in principe degene bent die zijn token wil melden dat het verloren is. En dat mechanisme zou je ook kunnen gebruiken als je er even creatief over nadenkt om nieuwe tokens, de tokens te vervangen. Zonder dat je naar het loket moet. Erik, ben je al op de helft van je slides? Ik ben nu bijna klaar. Oké. Okay. Ja, en het laatste mechanisme, dan ben ik klaar. Dan zal ik ophalen met de use case en aan de onderkant. Betalen bij webshops. Eigenlijk nu is het zo dat als jij een betaling doet bij een webshop, in dit geval hier is jouw Jans is een webshop, waar je dan bijvoorbeeld iets wil kopen, dan is het nu zo dat de webshop weet in principe hoe je heet. Er staat een afschrift dat hij krijgt en dan weet je rekeningnummer. Wat ook handig is om terug te kunnen storten. In het geval dat het geld, het product, teruggemeld wordt. En deze mechanisme, deze opzet zou je heel makkelijk kunnen voorzien van anonimiteit. Door in plaats van deze opzet, door in plaats van het begunstigde rekeningnummer van de Mies Maas, de klant, daar gewoon een encrypted pseudoniem weer te gebruiken. Zo'n encrypted pseudoniem, dat is iedere keer anders. En je kunt je voorstellen dat in plaats van dat het staat van het geld komt, is afkomstig van dit rekeningnummer, staat er waarvan dat geld is afkomstig van dit encrypted pseudoniem bij de Rabobank. Dan krijg je eigenlijk alle functionaliteiten die je nodig hebt in het taalverkeer. Namelijk dat als het geld terug moet, dat je het gewoon teruggestort naar dat encrypted pseudoniem, wat uitgepakt kan worden door Rabo om het weer netjes bij dit account te krijgen. Zonder dat de webshop in dit geval weet wat jouw naam is. En zeker als je al 5 keer iets zou kopen bij dezelfde webshop, zou je niet weten dat 5 keer dezelfde is. Ja? En hoe gaat het dan met het versturen naar een adres? Een beetje gesteld of zo, dan gaat het naar mijn adres. Een adres is dan niet nodig. Als jij, ik weet niet hoe vaak jij dingen koopt, maar als je bij bol.com dingen koopt, kan het worden afgeleverd op het station. Omdat mensen dat niet alleen naar privacy, eigenlijk voornamelijk gewoon vanuit het gemak, dat je vaak niet thuis bent. Maar je krijgt ook gewoon een code op je telefoon, dus dan kun je gewoon een vuistje openmaken en kun je het afhalen. Dus je ziet, naar die hele virtuele wereld, dat fysieke adressen op je rekening zorgen, dat het ook steeds minder noodzakelijk wordt. Dit sluit er eigenlijk wel mooi bij. Oké, de universiteit heeft vragen, dus. Ik vraag één keer om de PPCA. En dat is een beetje de grappige van de moeder. Als je PPCA hebt, dan is het zo dat die polymorph pseudoniemen, die worden niet in de database gezet bij de identity provider, maar de identity provider plaatsen op een smartcard. En in plaats van dat die, als je dan wil aanloggen bij bijvoorbeeld een medische kliniek, dan is het zo dat die smartcard, je gaat dan eigenlijk op de smartcard, ga je naar de identity provider, en dan is er een mechanisme waar ik nu even niet bij stil zal staan, dan is het mechanisme zo dat hij dat polymorph pseudoniem van die smartcard afleest. En dat wordt dan gerandomiseerd. En dan kan je wel vaststellen dat het een klant van hem is, maar hij kan niet zien wie die klant is, omdat het polymorph zo niet iedere keer anders is. En je krijgt wel dezelfde functionaliteit als die dat eerder gaf. Want wij kunnen het polymorph zo niet van weer gaan omzetten in allerlei pseudoniemen waarmee je attributen kunt koppelen en ga zo maar door. En of je nou aanlogt met zo'n anonieme oplossing of met een niet-anonieme oplossing, in feite is het allemaal gewoon allemaal compatibel. Oké, dan wou ik het hierbij bij laten. Hier staan de details. Alle crypto die we kunnen. Ja? Ja.
Ja, je hebt eigenlijk nu helemaal niks verteld over die opsporingsdienst. En dat, ja, eigenlijk weten die alles, hè, als ze willen. Ja, ja. Dat, en daarnaast. Ja, ja. Ja. We weten niet alles. Dat is een misvatting. Kijk, ja. Kijk, als je kijkt naar, kijk, als je het vergelijkt met België, België speelt geen issue niet om de donorvraag te nemen, dat de netdienst gewoon weet, altijd weet wie je bent, want dat staat gewoon in het certificaat. Dus hier krijg je, je gaat heel veel security en privacy toevoegen. En dan met opsporing zorg je ervoor dat je in exceptionele gevallen dat kunt oplossen. Ja, dus als je het vergelijkt met andere landen, is dit een enorme verbetering. Als de opsporingsdiensten dus. Zeg maar data willen verzamelen, dat zou het kunnen. Hè? Nee? Want kijk, wat er moet gebeuren als jij een Jan Jans, als dit bijvoorbeeld een boomer is, dan moet die webdienst, die moet wel dat pseudoniem, moet die wel verstrekken, daar moet hij wel iets mee doen. Als die webdienst dat niet verstrekt, dan kan niemand wel mee beginnen. Dat is de eerste basis die je moet doen. En bovendien, dat pseudoniem, dat is de cryptografie, die is onder vier ogen, kan die alleen maar opgezet worden naar BSN, door middel van deze partij, dat is ASN. En door middel van die partij. Dus technisch is dat gewoon helemaal gereguleerd. Dus we kunnen niet zomaar alles zien. Ja, ik heb er al dingen al gehoord. Maar dat is ons, als die service provider niet meewerkt, dan kun je het gewoon vergeten. Ja, de laatste vraag, denk ik. De laatste twee vragen. Ja. Wacht even, Ron. Ik geef hem eerst even aan Luc en daarna kom jij. Kijk, vandaag de dag vul ik gewoon mijn gegevens in bij bol.com als ik daar iets bestel. Mijn naam, mijn adres en ik betaal met mijn bankpas. Nou, dan komt er een behoorlijk complex systeem. Komt het tevoorschijn waarbij bol.com, als ik landgegevens verlies en via een anoniem of pseudoniem systeem zijn bestelling moet gaan verwerken. Waarom zal bol.com dat überhaupt overwegen? Het is anoniem als jij dat wilt. Want als jij zegt, ik vul al mijn gegevens in, prima. En als je dat binnen deze opzet blijft doen, dan is het goed. Dan blijft het niet zo. En bol.com weet dan eigenlijk ook die gegevens op die pop ook. Dus dat is ook een keer beter. Ook nog een keer. Dus ik verandert niks. Alleen de controle komt nu bij de gebruiker terug en niet bij die hoek. Dus het verandert niks als jij dat op die manier wil blijven doen. Dan blijft het gewoon zo werken. Als jij op een gegeven moment bij bol.com iets koopt of bij een andere website en je wilt echt helemaal niet in de tijd weten die jij heet. Ja, omdat ik denk dat zij uiteindelijk ook willen dat ze buiten. En ze krijgen nu voorbij met een sketch. Ik heb hier nog één laatste vraag. Ja. Dan wil ik doorgaan naar het volgende punt. Wanneer kunnen we dit in de markt gaan verwachten? Nou ja, kijk, het punt is dat dit is een ontwerp. Er is wel wat kritiek op gekomen, omdat het wel best wel ver gaat. In technische zin, ook qua privacy. Dus wat we nu aan het doen zijn binnen het EED, is om kijken naar van hoe, dat is ook geen reden dat ik hier nu sta, is van ja, hoe gaat de markt, daarmee om? En wat we nu mee gaan beginnen, is er met een introductieproposal waar we eigenlijk heel voorzichtig een aantal van die aspecten zeg maar, proberen mee te nemen om te kijken hoe daarmee opgaat. Hoe de maatschappij daarop reageert. En wat ik er zelf van vind is, we gaan nu met die migratie van fysiek naar virtueel. Ik denk dat er heel veel dingen gaan veranderen. Ik denk dat we nog helemaal niet in de buurt zijn van waar het toe gaat. En ik denk dat we ons heel veel moeten reduceren. Dat we wel een hele solide qua betrouwbaarheid, maar ook qua privacy en infrastructuur krijgen. Die direct doet aan onze maatschappij denken. Maar ja, we zijn er nog niet dat we dit weer gaan implementeren. Om de andere vraag te Ik wil Erik graag hartelijk bedanken.